Afgelopen weekend hield Dizzy Dance weer hun jaarlijkse voorstelling. Maar liefst 4 keer mochten de kinderen aantreden om voor een volle schouwburgzaal hun kunsten te vertonen. Van de hectische voorbereidingen en drukte in de foyer krijgen de gasten meestal niets mee. Terwijl de meeste papa's, mama's en familieleden al in de zaal zitten, is het in de foyer van de Schouwburg nog een drukte van belang. Met groepen tegelijk komen daar de kinderen binnen en kleden zich om voor de voorstelling. En klaar voor de voorstelling? Ja. Zitten er dadelijk ook bekenden van jou in de zaal? Ja. En daarom ben je nou heel zenuwachtig? Een beetje. Een beetje maar? Ja. Ja, een klein beetje. Hoe lang hebben jullie moeten oefenen? Weet ik niet. Hoe lang hebben jullie moeten oefenen? Weet ik niet precies. Maar je hebt ook gerepeteerd. Hoeveel repetities heb je gehad? 3. Oh, dat is weinig. Ja, best wel. No. Kunnen jullie zo goed dansen dan? Nee. Ja, dat gaat maar niet. Je was nog niet helemaal klaar? Nee. Wat moest er nog gebeuren? We moeten nog spekjes in de haren. Wat is dat nou, een spekje in de haren? Een spekje in de haren, bij de act. Een heel gefruts, maar het komt goed. Jij dat niet? Ja. Vind je het spannend om mee te doen vanavond? Een beetje. Ben je zenuwachtig? Niet echt. Zijn papa en mama vanavond hier of zijn ze al geweest? Ze zijn al geweest. Nee, vanmiddag is mijn familie geweest. Ja, die zitten nu in de zaal. En vind je dat spannend om voor hen op te treden? Heel erg. Echt? Zenuwachtig? Ja. Nu zijn ze met z'n drieën bij je bezig. Vind je dat niet eng? Nee. Vind je het spannend om op te treden vanavond? Ja, ik vind het best wel eng. Want er zitten best wel veel mensen in de zaal. En dan je ziet ook, maar het is wel een voordeel, want je ziet bijna niemand. Wat is dat daar op je hoofd? Een ballon. Waarom heb je die op? Voor het optreden. Aha. En vind je het spannend om op te treden voor zoveel mensen? Ja. Is het nog niet veel te laat voor jullie? Nee. Hoef jij nog niet naar bed? Nee. Eerst nog optreden? Ja. Zijn de pap en de mama van jou vanavond hier? Ja. En daar word je heel zenuwachtig van, hè? Ja. Oeh, gaat dat wel goed dadelijk? Ja. Oké, veel succes. Dankjewel. Wat ben jij eigenlijk? Een teddybeertje. Een teddybeertje? En hoe vaak hebben jullie al moeten oefenen? Ik denk wel 10 uur. Camille Smits uit Venray werd ruim 2 weken geleden op een bijzondere manier wakker gemaakt. Om 6 uur 's ochtends stond Robert ten Brink ineens voor zijn deur. Camille werd door de presentator van All You Need Is Love meegenomen naar Canada, waar hij werd herenigd met zijn grote liefde Irma Rodriguez uit Mexico. Een grote verrassing voor beiden. Ja, heel speciaal. Erg mooi en het was een hele leuke ervaring natuurlijk sowieso. Maar het was ook heel goed om haar weer te zien natuurlijk.
Camille en Irma leerden elkaar kennen in 2011. Camille vertrok toen voor zijn opleiding naar Amerika, waar hij de Mexicaanse voor het eerst ontmoette. Well, we went to Atlanta for an internship. And then one of my friends introduced us. So that's how we met. Camille en Irma vonden elkaar al sinds de eerste ontmoeting meteen leuk. Het was liefde op het eerste gezicht. En de twee wilden elkaar blijven zien. Nou, het was eigenlijk vrijwel meteen raak eigenlijk. We zijn vaker samen uit geweest. En in september moesten we eigenlijk al wel weg. En 8 maanden later hebben we elkaar weer opgezocht. Want het afscheid in september was best wel zuur. Dus hebben we gezegd van in Cancun gaan we nog 5 dagen vakantie houden samen. En daarna dan is het gewoon afgelopen. Of ja, afgelopen zeg je dat. Dan stoppen we dan mee en dat schiet gewoon niet op. Alleen het was eigenlijk iets goed, beter bevallen dan verwacht. Dus dan zitten we hier. Het verliefde stel probeert op dit moment zoveel mogelijk samen te zijn en leuke dingen te doen nu Irma in Nederland is. Zo hebben ze de Efteling, Eindhoven en Amsterdam al bezocht. Irma vindt het een bijzonder bezoek, want voor haar is het de eerste keer dat zij Nederland bezoekt. Yes, this is my first time here. I think it's really nice. Kind of cold, but it's nice. Enjoying your time with Camille? Yes, a lot, every day. 21 december moet het stel naar de studio-opname van All You Need Is Love. 24 december op kerstavond wordt deze aflevering uitgezonden. Op dat moment zit Irma weer terug in het vliegtuig naar haar familie in Mexico. Daarna hoopt het koppel weer zo snel mogelijk samen te zijn. Maar ik denk in eerste instantie dat ik die kant op ga. Of dan even kijken of ik me ga bevallen en zo niet. Dan kan ze misschien toch eventueel even goed nog deze kant uitkomen. Maar dat is natuurlijk vrij lastig, want je gaat niet zomaar even zeggen van ik immigreer, of ik doe dit of doe dat. Maar we gaan in ieder geval ons best doen om toch samen te zijn. Want de relatie is nog steeds even leuk, ook in Nederland? Leuker. Eigenlijk wordt het alleen maar beter. Morgenavond is de start van Venray on Ice. Tot 6 januari 2013 kan er geschaatst worden op de nieuwe locatie, het Monseigneur Goemansplein. Door problemen met het koelsysteem vorig jaar werd de organisatie van Venray on Ice gedwongen om naar een andere locatie te verhuizen. De organisatie is niet heel blij met de plaats. De plek zorgt namelijk voor meerdere problemen. Logistiek gezien is het toch wat minder kost, veel meer geld. Rijplaten neerleggen, rioleringssysteem aanleggen bovengronds. Aggregaat moeten we neerzetten. Op het schouwplein hadden we vaste spanning. Nu zitten we weer met een dieselmotor. Is dat wel goed geïsoleerd allemaal tegenwoordig. Waterleiding moeten we ver weg gaan halen. Dus dat zijn allemaal de problemen die er omheen komen liggen. Maar als we gaan kijken naar de locatie. Het is niet hartje Venray. Het is toch wel een beetje naar rechts toe. Goossens denkt dat het aantal schaatsende bezoekers dit jaar niet minder zal zijn dan voorgaande jaren. Wel denkt hij dat de nieuwe locatie invloed zal hebben op mensen die hun horeca bezoeken. Op het andere plein, het schouwplein, daar hadden we de artiesten liggen. Café Hulsman, Café Bubbles, noem ze maar allemaal op. Die pikten er toch allemaal een graadje aan mee. En dat zien we als organisatie ook graag, dat de ondernemers in Venray daar ook een voordeeltje mee halen. Dus wat dat betreft, het zal hier in de horeca misschien een beetje minder worden. Ook daar kunnen we niks van zeggen. We hebben nu wel alles voor ons eigen. Horeca, cafetaria, ijsbaan. Eigenlijk alles wat bij een ijsbaan hoort, dat hebben we nu zelf onder één dak liggen. Het programma ziet er een beetje uit zoals de afgelopen jaren. Zo staan de evenementen Pentagon on Ice, Poker on Ice en het nieuwjaarsfeest ook dit jaar weer op de planning. Nieuw is een feest met 5 DJ's voor jongeren vanaf 16 jaar. Een mooi divers programma. Toch gaat de organisatie door de grote veranderingen dit jaar met een dubbel gevoel van start. Ik heb er op zich wel heel veel zin in. Onze voorzitter heeft er zin in, onze penningmeester ook. Ik ben zelf secretaris. We gaan er toch wel met volle moed tegenaan. Toch wel een beetje met iets wat lood in de schoenen. En dat wil ik maar zeggen, sponsoring is gewoon enorm afgelopen. Wij lopen dit jaar ruim 25.000 euro mis, wat we eigenlijk erbij hadden willen helpen. De gemeentelijke subsidie hebben alle jaren 10.000 euro gehad. Voor dit jaar hebben wij 3.250 euro gekregen. Dus het hakt er aan alle kanten behoorlijk in. Dus dat is een beetje de weemoed die we er nu aan hebben. Maar ja, ze zeiden vroeger altijd tegen mij van jongen, kop op, morgen weer een nieuwe dag. En ik denk dat we het ook zo moeten doen.
Morgen om 8:00 s'avonds wordt de officiële opening door Deke Smeets gedaan. Hierna is een feestavond voor Venray, waarbij kinderen s'avonds gratis kunnen schaatsen. Stille Nacht, Heilige Nacht. Misschien wel het meest bekende kerstnummer. In Museum de Locht is tot 6 januari een bijzondere expositie over dit kerstliedje te bezoeken. De expositie bestaat uit een verzameling van Reinier Thiessen uit Meerlo. Hij is het hele jaar door bezig met het verzamelen van uitvoeringen van Stille Nacht. De interesse voor het kerstnummer is bij Thiessen al op jonge leeftijd ontstaan. Toen ik klein was, werd het gezongen in de kerk. En ook thuis werd het altijd wel gezongen. En toen vond ik het al een heel mooi lied. Dat is mijn eerste gedachte daarover. En mijn tweede is dat ik in de jaren 70, toen ik 7 LP's had, dat mij opviel dat elk van die artiesten het op hun eigen manier zong. En dat het wel één liedje was, maar dat het op allerlei mogelijke manieren werd dat gezongen door die mensen. En toen is mijn verzameling begonnen. Toen dacht ik van, ik wil er meer van weten. En zo is Thiessen al jaren bezig met het verzamelen van allerlei uitvoeringen van het kerstnummer. Op dit moment bestaat zijn verzameling uit 5.432 uitvoeringen. Hiermee is de verzameling van Thiessen de grootste ter wereld. De collectie bestaat uit LP's, cassettebandjes, CD's en zelfs MP3-bestanden. Elk nummer is een variatie op het origineel dat Stille Nacht voor de verzamelaar zo speciaal maakt. Voor mij is het bijzonder dat een lied wat door een kapotte orgel de oorzaak is dat het lied gemaakt is, snel, plotseling, dat een heel eenvoudig lied is met een heel eenvoudige melodie, dat de hele wereld heeft veroverd. En dat in alle delen van de wereld, in alle landen, dat Stille Nacht bekend is en gezongen wordt. Voor Reinier Thiessen breekt nu een drukke periode aan, vol met lezingen over Stille Nacht. Volgende week vertelt hij in het Odapark over zijn passie. Na de kerstperiode zal de aandacht rondom zijn collectie weer minder worden, maar gaat het verzamelen gewoon weer door. Zijn collectie is dan ook nog lang niet voltooid. Mijn collectie zal nooit klaar zijn. Nee, want mijn verzameling bestaat vooral uit muziek. Ja, uit de omringende landen, uit Europa, uit de Verenigde Staten. Maar in Zuid-Amerika, daar moeten er ook nog 100.000 zijn, bij wijze van spreken. En in Australië en ook in Azië, er zijn nog zoveel uitvoeringen die ik helemaal nog niet kan bereiken, maar die zijn er wel. Dus ik ben nooit klaar.